Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag mijn basis al aangebracht, dus mijn concealer, foundation, poeder, wenkbrauwen en de rest nog niet. Want ik ga weer een nieuwe cadeauverpakking voor jullie testen. Dat is deze. Ik hoop dat die een beetje zichtbaar gaat zijn. Maar de I Heart Revolution & Chill Fridge. Deze kost €54,95 uit mijn hoofd. Ik heb hem zelf in de korting kunnen scoren. Volgens mij met Black Friday kortingen. Maar ze zijn regelmatig in de korting. Dus hou het zeker in de gaten. Er staat een linkje in de beschrijving van Boozy Shop. Op het moment dat ik het film is die ook nog in de aanbieding voor iets van €37. Dus hou het even in de gaten. Maar ik ga vandaag voor jullie kijken of deze toffe set nou echt zijn prijs waard is. Of je hem moet vragen voor de kerst als cadeautje. Of je hem voor jezelf moet kopen. Mocht hij ooit in de sale komen of iets dergelijks. Ja, daar gaan we vandaag naar kijken. Er zitten best wel veel producten in. Hij is ook behoorlijk zwaar. Dus ja, laten we snel beginnen. Als je er zin in hebt, doe vast een duimpje omhoog. En dan ga ik heel gauw de fridge openen. Goed, ik heb jullie net natuurlijk al deze voorkant laten zien. Het is echt een soort van fridge. Je kan hier bovenin al een beetje zien wat erin zit. En dit is dus een kartonnetje wat er omheen zit. Dan haal ik hier dus de echte fridge uit, om het zo te zeggen. Dit is hoe die eruit ziet, echt met zogenaamde deurknopjes. En de achterkant is gewoon heel simpel. Als ik het zo zie, is die scheef. Dus ik ben heel benieuwd. Er zit geen extra stickertje op. Dus we gaan gewoon kijken of die open wil. Juist, oké. Hoe? Oké, ik denk dat dit allemaal gaat vallen als ik het zo doe. Ik hou hem even zo met openen. Even kijken. Juist, oké. Wow, dit is dus de inhoud. Bizar veel. Frozen raspberry, iced latte, peppermint, chocolate tea, chocolate G, geen idee. Defrosted highlighter, een pocket mirror, sugar lip scrub, blending sponge, fruit smoothie, strawberry milk en frozen vanilla. Ik denk dat ik ga beginnen met de sugar lip scrub. Dat lijkt me wel logisch om mee te starten. Het doosje ziet er in ieder geval zo uit. Dus het is eigenlijk roze met sterretjes. Een beetje zoals de thumbnails van mijn video's er op het moment uitzien. Maar dan net eventjes een andere look. En er staat dus het product op. Dit is dus de sugar lip scrub uit de verpakking. Heb ik nou precies de verkeerde kant open? Goed, ik heb hem. Dit is het potje. Dit is de I Heart Revolution sugar lip scrub. De verpakking is verder heel simpel. En hij ziet er wit uit. Oh, er zit nog een plakkertje op. Goedemorgen. Oeh, hij ruikt een beetje zoet, vanillig. Niet zozeer koekjes tegen. Het is niet zoals die van Lush. Die, hoe heet die? Cookie dough. Die heb ik, vind ik echt geweldig. Maar hij is wel een beetje die kant op. Echt van die zoete suiker. Ik heb zelf vanochtend lippenbalsem opgedaan. Maar ik ga gewoon de scrub eroverheen doen. Zo met mijn vinger erin. Hij is wel echt heel hard. Oké. Hij voelt fijn aan. Geen idee of ik dit kan opeten. Dus ik zal het even zo wegvegen. Die van Lush kan je het opeten. Weet niet zeker, dus ik ga het even niet doen. Maar best wel een fijne scrub. Hij is wel relatief grof. Dus niet dat je hem echt één keer in de zoveel dagen moet gebruiken. Ik denk echt max één keer in de week. Dan heb ik hier natuurlijk een blending sponge. En ik ben bang dat ik die niet kan gaan gebruiken. Aangezien ik mijn foundation en zo al heb gebruikt. Maar dit is hoe die eruit ziet. Hij voelt wel heel fijn en bouncy aan. Dus dat is positief. Ik ga deze absoluut in mijn stash leggen voor als mijn Real Techniques spons moet worden vervangen. Maar hij ziet er heel erg goed uit. Hij is dus groen. Geen kerstboomvorm zoals in sommige adventskalenders zagen. Maar eigenlijk een hele goede eerste indruk. Ik had even niet bedacht dat ik mijn foundation en zo hiermee aan had kunnen brengen. Sorry daarvoor. Maar ja, eerste indruk is in ieder geval positief. Dan haal ik het Chocolate Ice paletje eruit. Als het goed is dit namelijk een highlight slash contour palet. Dat is deze. Het is echt zo'n chocoladereep zoals we dat gewend zijn van Revolution. Hij heet dus Chocolate Ice. Er zitten twee kleuren in. Oh ja, kijk. Dit is hoe hij eruit ziet. Hij is wel behoorlijk donker moet ik zeggen. Dus ik denk dat ik heel voorzichtig moet zijn met aanbrengen. En ik denk dat dat niet echt een highlighter gaat zijn voor mij. Ja, wel echt voor een donkerdere huidskleur denk ik echt prachtig. Voor mij wordt het heftig. Ik ga een schone, schuin afgesneden kwast pakken. En heel voorzichtig in die donkere kleur. Echt heel voorzichtig. Want ik ben echt bang dat die echt veel te donker gaat zijn. Maar we will see, we will see. Oké, als ik hem zo heel voorzichtig erin heb getikt, vind ik hem redelijk gaan. Maar anders is die echt veel te heftig.
Hij is op zich wel te gebruiken. En dat vind ik op zich positief. Maar het is niet de beste kleurmatch die ik zou kunnen hebben. Ik zal nog even die andere kleur swatchen. Ja, dit is denk ik wel echt donker voor mij als highlight. Wel heel mooi. Echt prachtig. En je kunt het natuurlijk ook gebruiken als oogschaduw als het voor jou niet de goede kleur is. Ja, ik vind het op zich een mooi palet, maar niet voor mij met een lichtere huidskleur. Maar goed, ik heb hier ook nog een pocket mirror. Nou ben ik hier niet heel excited over, dus ja, het is niet dat ik denk van wauw. Maar goed, laten we die als eerste even pakken nog. Ja, dit is gewoon hoe die eruit ziet. Heel simpel. Tenzelfde druipend effect. En aan de andere kant dus een spiegel. Wel heb ik hier de defrosted highlighter. Ik heb natuurlijk geen blush. Die zit hier ook volgens mij niet in het palet. Of in deze cadeauverpakking moet ik zeggen. Even kijken hoor. Oké, dit is de defrosted highlighter. Ik zal hem ook nog even open doen. Zo. Het zijn best wel kleuren die denk ik ook voor donkerdere huidskleur kunnen. Want dit is op zich voor mijn huid het kan. Maar hij is wel een beetje rozig ook. Ja, ik vind het wel grappig. Meestal heb ik juist iets van, oh, dit is een mooie highlighter. Maar niet voor mij met een donkere huidskleur. En nu is het een beetje andersom. Dus dat vind ik op zich wel positief dat er juist ook voor die mensen iets is uitgebracht. Maar ik zou liever in zo'n cadeauset denk ik een palet hebben waar zowel lichte huidskleuren als donkere huidskleuren wat aan hebben. Dan is het gewoon universeler. Ik breng in ieder geval eerst even mijn blush aan. Dit is er eentje van Catrice. Een blushbox in 030 Golden Coral. En dan breng ik daarbovenop dus deze highlighter aan. Hij is echt best wel roze van kleur. Even kijken hoor. Ik moet zeggen, ja, je ziet hem wel verschijnen. En hij is zo een stukje gouder dan dat hij in de pen lijkt. Hij is in de pen echt meer roze. En hier vind ik hem echt een mooie warm gouden glans geven. Hou ik heel erg van, maar het is wel een beetje... Ja, je verwacht iets rozes en je krijgt iets gouds. Het doet me een beetje denken aan Lars Albatros, die echt wit, cool lijkt in de pen. En ook op je gezicht heel warm goud wordt. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Dat je dat van tevoren weet. En niet denkt, oh, ik wil een coole highlighter en dan deze opdoet. En dat je dan... echt verrast wordt van, oh wacht even, hij is hartstikke warm. Verder vind ik hem echt prachtig. Ik vind het echt een hele mooie kleur highlighter. Zeker enthousiast over, maar ik ben tot nu toe wel verrast over de kleuren die ze hebben gekozen. Gaan we in ieder geval verder met de oogschaduw. En daarvan zitten drie palettes erin. Ik heb hier Frozen Raspberry, Iced Latte en Peppermint. En die gaan we er gewoon gelijk bij pakken. Als eerste heb ik hier het Peppermint palet. Dit is dus een... kleintje met een groene kleur natuurlijk, zoals peppermint ook wel verwacht wordt. En deze kleuren, een beetje groen, bruin, neutraal. Dan heb ik hier Iced Latte. Dit is dus wel een groter palet met 18 kleurtjes erin. En deze heeft deze kleuren. Relatief neutraal, een beetje groen, een beetje paars, warmig. Ik moet zeggen, hier word ik zelf niet heel warm van. Maar er zitten wel hele mooie kleuren in. Bijvoorbeeld hier zo Grounds vind ik wel heel erg mooi. En de laatste van de drie is Frozen Raspberry. Nou, die is natuurlijk knalroze frambooskleur. Ook weer een grote met 18 kleurtjes. En dit is de inhoud. Ja, dit vind ik zelf toch wat spectaculairder dan de vorige. Het briefje hier laat los. Deze vind ik heel erg mooi. Ik denk dat deze en de muntvariant mijn favoriet zijn. Dat is ook voor het eerst dat je mij dat hoort zeggen over iets met pepermunt. Volgens mij ruikt hij er ook een beetje naar. Ja, helaas wel. Ik hou echt niet van dingen met munt. Maar ik ga denk ik deze en deze gebruiken. Ik heb helaas maar twee ogen, dus ik kan niet alle drie de paletten proberen. Maar ik ga wel deze twee testen. Ik ga beginnen met het Frozen Raspberry palet. En daarbij pak ik eerst deze kleur, de kleur Slay. Echt een prachtige donkerrode kleur. Oké, het valt mee hoe poederig die is. Heb ik genoeg product? Nee, dat nog niet. Nu denk ik wel, als ik het zo zie. Deze ga ik in de buitenste ooghoek aanbrengen in mijn crease. En een beetje een V-vorm creëren hier zo. Ik vind het zelf echt een prachtige kleur als ik het zo zie. Dat in ieder geval echt heel mooi. Hij is wel ietsjes minder extreem op het oog dan dat hij in de pen is, maar zeker niet minder goed. Ik ga deze gelijk hier ook aanbrengen naar beneden. Ja, ik vind het echt een prachtige kleur. Wel heftig, wel een kleur waarbij je moet opletten om geen rood oogeffect te krijgen.
Maar verder vind ik hem echt heel, heel, heel erg mooi. Dan pak ik er een schone kwast bij en ga ik in de kleur die boven de kleur zit hier net zat. Dit was dus de kleur Blast, die hadden we net. En dit is de kleur Shortcake. Die gaan we nu pakken. En dit is echt een knalroze, Barbie-roze kleur. Maar ja, wat wil je? Als je de kleuren van het palet ziet, dan moeten we natuurlijk ook wel een roze look maken. Deze breng ik dus aan op het bewegend ooglid. In het midden van het bewegend ooglid. En ga ik tot boven in de crease aanbrengen. Ook weer hier zo omhoog. Zodat we een mooie overloop creëren tussen die wat ja, raspberry-achtige kleur. En deze echt Barbie roze. Ik moet zeggen, ik vind het pigment echt prachtig. Ik heb de afgelopen tijd natuurlijk best wel veel limited editions van Revolution getest. Waarbij ik ze heel erg poederig vond. Het pigment vond tegenvallen. En ik merk gewoon dat deze palettes gewoon zoveel mooier zijn. Ik heb echt het idee dat Revolution hun collabs, dus bijvoorbeeld de Disney collab of de Friends collab, ja, dat ze daar minder aandacht aan besteden en liever meer producten uitbrengen. Terwijl dan dit soort producten die ze gewoon voor zichzelf uitbrengen, heb ik al het idee dat er meer ja, tijd is gaan zitten in echte productontwikkeling en het zorgen dat het product doet wat het moet doen. En dat zie je er ook echt aan af. Voor de binnenste ooghoek ga ik deze kleur pakken. Dat is een prachtige, een beetje oranje kleur genaamd Cloudberry. Ik vind hem echt heel mooi. Er zit ook een glitter in. Ik moet zeggen, nu ik er met mijn kwast overheen gaat, komt er een beetje iets roodachtigs naar voren. Ik weet niet of dat goed overkomt op camera. Maar ik ben heel benieuwd wat hij op het ooglicht gaat doen. Ik ga hem dus hiernaast aanbrengen in de binnenste ooghoek. Oké, echt een prachtige glitter zit hierin. Dat in ieder geval. Of ik hem helemaal vind matchen met de roze kleur hiernaast, dat weet ik niet zo goed. Maar ik vind hem wel echt heel mooi qua kleur. Ik breng hem helemaal aan tot hier zo in de binnenste ooghoek. Hij is wel ietsjes donker misschien voor een binnenste ooghoek highlight. Maar ik vind hem zo prachtig. Ik vind hem echt heel cool. En ondanks dat de roze kleuren natuurlijk een coole kleur zijn, vind ik de ooglook me niet misstaan. Ondanks dat ik een warm kleurentype ben. En ik denk dat het voornamelijk komt door die mooie warmrozige, roodachtige kleur. En die binnenste kleur. Ik vind het echt prachtig. De volgende stap die ik ga zetten is eentje die misschien de look gaat verpesten. Maar het lijkt me ergens een heel tof idee. Want ik vind deze kleur, genaamd Blue, echt heel tof. En ik dacht ik ga daar met een stijf kwastje in. En dan ga ik hem langs de onderste wimperrand aanbrengen. Ik begin met een klein beetje op mijn kwast. Ja, dit is toch gaaf. Zeker zo naast deze kleur vind ik hem echt prachtig. Er zit een hele subtiele glitter in, maar die is heel licht aanwezig, waardoor ik hem niet te heftig vind. I really, really like it. Moet je kijken, hij lijkt haast een soort van paars zo in verhouding met die kleuren op het bovenste, op het ooglid zeg maar. I love it. Oké, heel gaaf. Echt gewoon haast paars als je hem zo ziet. Gewoon wat kleur doet als je het zo ziet naast een andere kleur. Heel tof. Oké, I really like it. Ik vind dit een hele toffe stap die ik heb gemaakt. Ik ga in de binnenste ooghoek nog even met deze kleur Popsicle. Met een klein kwastje. Om het daar net ietsjes meer te highlighten. Wauw. Oké, deze kleur. Ik hoop echt dat dit goed overkomt op camera. Maar zo'n prachtige glans. Heel mooi. Echt heel cool. Maar zo gaaf. Oké. I really like it. En dan met een laagje mascara is dit de uiteindelijke look. Ik vind dit palet echt super mooi. Echt heel gaaf. Het is niet heel echt een draagbare look geworden. Maar ik wilde gewoon echt zo graag die mooie felle kleuren gebruiken. Ja, ik vind dit echt een heel erg tof palette. En zeker de moeite waard. De look van mijn tweede oog wil ik een beetje doen lijken qua plaatsing van de kleuren op de look die we hier net hebben gemaakt. Gewoon zodat het een beetje met elkaar gaat matchen. Doe het waarschijnlijk helemaal niet door de kleuren. Maar goed, ik ga in ieder geval beide palettes die nog over zijn gebruiken voor deze look. En ik ga beginnen met uit het, hoe heet die ook alweer, Iced Latte palet. Deze prachtige paarse kleur. Die heet Dark Roast. Daar ga ik in met een blending kwast. En die ga ik dan aanbrengen in de buitenste ooghoek. Zoals we er straks hebben gedaan met die mooie frambozen kleur. Paarse kleuren zijn vaak wat tricky. Dus je ziet hier ook wel dat hij inderdaad minder heftig lijkt op het oog. Dan dat hij dat in de pen deed.
Maar tot nu toe vind ik hem nog niet slecht. En hetzelfde palet ga ik vervolgens verder met deze kleur. De kleur Frappé. Die is net even een tintje lichter, een tintje warmer. En die ga ik ernaast aanbrengen op het bewegend ooglid. En weer omhoog werken. Ik moet zeggen, deze lijkt een heel stuk bruiner op het ooglid dan dat hij in de pen lijkt. In de pen had ik hem toch iets meer, ja, wat warm roodpaarsiger verwacht. Dan dat ik hem op het ooglid vind. Op het ooglid vind ik hem echt meer bruin. Maar goed, ook dat kunnen we laten werken. Het is alleen niet helemaal de look waarvoor ik dacht te gaan. En daarnaast merk ik ook dat deze kleur een stukje poederiger is dan de kleuren die we hiervoor hebben gebruikt. Alle andere kleuren vielen qua poederigheid enorm mee. En deze is wel echt best wel poederig in de pen. Voor de binnenste ooghoek en het stukje van het ooglid wat nog vrij is, ga ik het Peppermint palet pakken. En in deze kleur. Dit palet heeft helaas geen kleurnamen. Maar ik pak deze groentint, de lichtste van de twee. En die ga ik aanbrengen op het binnenste deel van het ooglid. Dit is ook weer echt wel een mooie kleur. Ik had hem alleen ietsjes gepigmenteerder gehoopt. Je merkt nu dat hij voornamelijk heel veel glitters afgeeft. En je ziet wel dat het groen is. Maar het is niet bam, groen. Daar heb je groen zitten. Het is meer groene glitter dan dat het echt ook kleur geeft. Dus ik denk dat je deze het beste kunt gebruiken over een groene oogschaduw heen. Om lekker veel glitter te geven. Want hij is heel mooi. Maar je ziet voornamelijk hier zo langs het randje waar ik hem een beetje probeer uit te blenden. Dat niet heel goed werkt. Ja, dat vind ik wel jammer. Ik vind de kleurcombi uiteindelijk ook niet echt geweldig. Maar het komt ook weer dat die vorige kleur niet helemaal was wat ik had verwacht. Ja, ik vind dit oog aanzienlijk minder mooi. Maar dat is ook gewoon omdat ik de kleuren zelf minder tof vind. Ik vind deze kleur een beetje jammer dat hij niet wat gepigmenteerder is. Dat hij voornamelijk heel veel glitter afgeeft. Wel duidelijk groene glitter. Ja, vergrijp me niet verkeerd. Maar ik had er gewoon net even wat meer van verwacht dan dat het daadwerkelijk is. Voor langs de onderste wimperrand pak ik weer het Peppermint palet. En dit keer deze kleur. Ik vind deze echt prachtig. Echt een mooie roestkleur met eens een glitter erin. En deze ga ik aanbrengen langs de onderste wimperrand. Voor net even wat meer warmte ook in de look. Want die mis ik nu wel een beetje doordat die middelste kleur niet helemaal is wat ik had gehoopt. En deze kleur vind ik ook weer echt prachtig. Had trouwens ook heel mooi gestaan hier op de onderste wimperrand. Als ik het zo zie. Echt wel heel mooi. Ik vind dit soort kleuren altijd echt prachtig. Ook heel mooi voor op het bewegend ooglid overigens als glanzende kleur. Maar zo op de onderste wimperrand vind ik hem ook niet te heftig. Qua glitters. Dus dat vind ik tof. Ik vind deze ooglook wel aanzienlijk minder dan deze, maar dat ligt ook gewoon aan dat dit meer mijn kleuren zijn. Ik pak in ieder geval nog eventjes deze highlighter erbij uit het Peppermint palet. En die breng ik hier zo in de binnenste ooghoek aan over die groene kleur. Ook weer echt een prachtige combi. Ik vind deze kant ietsjes mooier, maar absoluut een hele mooie highlighter. Ja, ik ga mascara aanbrengen en dan zijn de ogen gedaan. Full face ziet het er nogal raar uit. I know, het is altijd zoals ik twee verschillende kleur looks heb. Maar goed, kijk daar even doorheen. Uiteindelijk is de oogschaduw absoluut van goede kwaliteit. Ik ben zelf vooral gek op dit palet. Maar dat komt gewoon door de kleuren. Kwalitatief zijn ze gewoon eigenlijk allemaal goed. Nu ga ik in ieder geval verder met de één na laatste categorie. En dat zijn lipproducten. Ik heb hier de Fruit Smoothie en de Frozen Vanilla. En dit zijn lipglossjes. Dit is hoe ze eruit zien in de verpakking. Een echt ijzige, ja, wit-zilveren kleur en een roze kleur. De ijzige wit kleur is Frozen Vanilla en de ander is Fruit Smoothie. Ik ben zelf geen fan van lipgloss, maar ik ga ze toch voor jullie natuurlijk swatchen. Te beginnen met Frozen Vanilla. Dit is natuurlijk gewoon een clear lipglossje met glans als het goed is. Ja, zit inderdaad wat glitters in. Dit is hoe die eruit ziet op mijn lippen. Gewoon een simpel lipglossje. Echt gewoon doorzichtig met glitters. De glitters zijn wel in allerlei kleurtjes. Een beetje holografisch, dat je ze in elk licht een beetje er anders uitzien. Verder gewoon een heel neutraal lipglossje. Ik denk dat deze ietsjes boeiender is. Deze heet dus Fruit Smoothie. En deze is echt roze van kleur. Dus laten we die ook gelijk even aanbrengen. En kijken hoeveel kleur die afgeeft. Ja,
subtiel. Ja, ik ben gewoon niet zo'n fan van lipgloss. Ik vind hem, ja, een beetje saai. Zeker in verhouding met de kleurrijke ooglooks die we hebben gemaakt. Ja, het is gewoon een glanzend kleurtje. Hij geeft een heel licht kleurtje aan je lippen. Echt heel subtiel. Niet mijn soorten producten. Zeker bij deze ooglooks had ik gewoon liever een lekker felle lipstick gehad. Of een mooie nude lipstick juist. Dus ik vind het jammer dat er twee lipglossjes in zitten. En niet een lipgloss en een lipstick bijvoorbeeld. Zodat iedereen wat heeft. Maar lipglossen zijn ook helemaal in. Dus wat dat betreft, voor hetzelfde geld, is iedereen die deze video kijkt er heel blij mee. En ik niet. Dus dat is gewoon heel persoonlijk. Ik ga in ieder geval verder met het laatste product. En dit is Strawberry Milk. Dit is dus, als het goed is, een setting spray. Echt, ik ben hier heel benieuwd naar. Oké, Strawberry Milk Fixing Spray. Zo ziet hij eruit. Echt super leuk met al die aardbeetjes erop. En ik neem dus aan, ja, hij ruikt dus ook een beetje naar aardbeien. Ja, heel subtiel. Niet heel erg, maar goed. Oké, aardbei. Zo lekker. Zit ik helemaal onder met dingetjes? Nee, hij is wel relatief nat. Dus ja, er zitten nu allemaal druppels op mijn gezicht. Dat zie je, dat moet nog even opdrogen. Maar het ruikt hier nu echt naar verse aardbei. Zo lekker. Dit is in ieder geval de uiteindelijke look. Mijn setting spray is nog een beetje aan het opdrogen. Dus je ziet wel dat hij echt een mooie glowy finish geeft. Maar dat is dus ook nog gedeeltelijk gewoon dat hij nog nat is. Dat duurt eventjes om op te drogen. De fridge heb ik hier in ieder geval helemaal leeg. Er zit nog een kartonnetje in waar een paar producten op lagen. Maar in principe is dit dus wat je overhoudt. En dat kun je natuurlijk wel gebruiken als storage om zo neer te zetten. Want dit ziet er best wel leuk uit om gewoon ergens in je kamer neer te zetten. Handige doos. Kan ik eventueel zelfs gebruiken om andere cadeautjes in te stoppen voor de kerst. Maar goed, die kan je dus in principe hergebruiken. En eigenlijk alles zat in karton. Dus het is ook, ja, wat dat betreft niet zoveel plastic waar ik heel erg blij van word. Qua prijs, ik denk wel dat je de €55 eruit haalt. Revolution is natuurlijk geen heel duur merk. Maar bijvoorbeeld zo'n oogschaduwpalet kost toch al snel €10. Nou, daar zitten er twee van in. Er zat er ook nog een minietje in. Die zijn volgens mij rond de €7 of zo. Nog een paletje voor het gezicht, de fixing spray, twee lipglossjes. Ik denk dat je uiteindelijk het geld er wel uithaalt. Het enige ding is, moet je wel even naar kijken, gebruik je deze producten, ja of nee? Vind je de producten die erin zitten allemaal leuk? Of vind je alleen één oogschaduwpalet leuk? Ja, dan is het niet natuurlijk je geld niet waard. Ja, tegelijkertijd, volgens mij zijn al deze producten wel limited edition, dus kun je ze niet loskopen. Dat is altijd een beetje een verkooptrucje van Revolution rondom de feestdagen, om echt speciale oogschaduwpaletten en zo uit te brengen die alleen maar in zo'n gift set zitten. Goede marketing natuurlijk. Maar ja, daarmee heb je dus allemaal limited editions, zover ik weet in ieder geval. Soms komen ze het jaar erop terug. Gewoon los verkrijgbaar. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Al met al vind ik het wel echt goede producten kwalitatief. Ik heb wel zo wat opmerkingjes over kleuren en dat soort dingen. Maar ja, die hebben jullie gedurende de video wel gehoord. Dus ja, denk zelf wat je ervan vindt. Of je het de prijs waard vindt of niet. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Laat die vooral weten in een reactie. Doe ook nog even een duimpje omhoog voor deze video. Vergeet hieronder niet te abonneren als je nieuw bent. Het is gratis. Je helpt mij er heel erg mee. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Doei doei!